Er zijn 3 mensen gewond geraakt bij een aanrijding op de N3 richting Papendrecht. Een vrachtwagen is gisteravond achterop een auto gereden. In de auto zaten 3 passagiers, waarvan er 1 snel uit de auto kon komen. De andere 2 zaten bekneld en moesten bevrijd worden door de brandweer. Ze zijn vervolgens alle 3 naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De N3 is tot 10 uur afgesloten geweest, waardoor er een file ontstond. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk loopt nog.